Elk model trouwens is, is fout. De, hè? Maar er zijn wel ja, modellen. Slimmer ja. Presteren Podcast. Elk model ja. is fout. Ja. Maar er zijn wel modellen die je heel goed kunt gebruiken. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over hoe kun je de tijd op je volgende halve of hele marathon voorspellen? Bij de inschrijving voor een halve of hele marathon wordt er meestal al naar gevraagd. Wat denk je voor tijd te gaan lopen? Mag je hierbij afgaan op je trainingen, je BMI of je uitslagen bij kortere races? Bestaat er eigenlijk een betrouwbare formule om je eindtijd te voorspellen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Juge! Hey Goedemorgen! Goedemorgen. Hoe is het met de kriebels in de buik? Die zijn aanwezig, zeker. Zeker ja. voor de mensen in de verre toekomst die deze aflevering aanklikken. Deze aflevering komt uit op vrijdag 27 oktober. En dat is dan precies twee dagen voor zondag 29 oktober. In 2023, zal ik erbij zeggen. De dag waarop wij het plan hebben om met zoveel mogelijk luisteraars naar Etteleur af te reizen voor de Brabant Marathon. Ja. Uh, ik ga meedoen aan de hele, jij gaat meedoen aan de halve. Ja. Uh, veel luisteraars uh, trekken samen met ons op. Ja, het gonst in de appgroep. Uh, en we zijn uh, lekker aan het rondappen. Ja. Uh, doelen zijn inmiddels bijgesteld. <laughs> Ambities uh, zijn weg. Maar toch, ergens moeten we ja. met elkaar gaan bepalen. op welk tempo, op welk pace, op welke tijd ja. gaan we vertrekken zondag? Ja, ik vind dat heel lastig, want dit is mijn uh, eerste halve sinds heel lang, heb ik het idee. En dan denk ik, ja, waar kan je eigenlijk uh, op, op. En vroeger deed ik alles op gevoel, maar <laughs> met de kennis van nu denk ik, ja. Ah, nee, je kan meer dan op gevoel. Misschien kan je het wel berekenen. Dus uh... exact. We gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe kun je goede inschatting maken van je tijd op een hele halve marathon? Welke parameters zijn ja. daarbij bepalend? Uh, hoe kun je die beïnvloeden of verbeteren? En uh, kun je eigenlijk je eindtijd inschatten aan de hand van bijvoorbeeld je 5 of je 10 kilometer race? Uh, jij hebt wetenschap verzameld, dus we gaan op zoek naar wat zegt de theorie. Ja. En op het einde van de aflevering gaan we zoomen met Vroemen, coach Guido Vroemen... om te kijken of hij jou nog een beetje ja. op het rechte spoor ja. kan Precies. zetten voor zondag. Ja, want kijk, in principe heb ik zoiets... Ach, ja, ik, moest, ik heb ingeschreven voor in Rotterdam trouwens, het is leuk om te weten. Was ja. je er op tijd bij? Ik was er op tijd bij, ja, gelukkig. Jij ja, ja, wel in een de zijstapje binnen een week uitverkocht. Ja, wel in de, de editie twee weken shift. dus ik moest al boven de 100 euro dokken. Dan denk ik, Nou, oké, okay, voor deze keer doe ik dat. Ja. Nee, en dan moet je ook opgeven van wat denk je ongeveer te gaan lopen, hè? welke tijd. Ja. Dus die heb ik op. Wat heb je ingevuld? Vier uur heb ik gehouden. Oké. Okay. Ja. En dan denk je ja, misschien... Op basis waarvan? Ja. Nou ja, op dat, wist dus niet. op dat moment denk ik, nou ja, dat vind ik wel een mooie tijd. Ja. Want uh, je hebt wel eens een marathon gelopen. In je ja, leven. maar toen was ik 16 of 17. En toen liep je? Ja, volgens mij binnen de vier. Maar toen ja. was ik was ook een stuk jonger. Exact, exact. Ja, ja dus ja. heb jij eigenlijk niks meer aan die voorspelling. Nee. Nee. Dus ja, waar moet je het mee doen? Ja, mijn. Uh, nou, ik heb laatst in Werkhoven gelopen, de 10 kilometer. Ja, in? In 48 en een heel klein beetje. Mooi. Nou, die en hou je... En was dat de RPE, ge gevoelde mate van inspanning? Ja, die was toch wel richting de 8, 9 zeker. Okay, dat dus ik denk, dat was een goede test. Ja, ja, dat was een goede test. Maar ja, mag je dan zeggen, oké, okay, dat doe je 48 minuten over en een marathon is dan pak een beetje beet uh, 4, komma, ja. Dan nee, mag denk ik niet. Hè? Nee, Want denk ik ook het is nog een stukje uh, langer. Dus ik denk, ik ga dat toch een beetje uitzoeken. Je hebt op internet allerlei calculatoren. Hoe betrouwbaar zijn die? En je hebt natuurlijk de wetenschap die hier uh, zijn zegje over uh, wil doen of doet. Ja. Ja. Dus het is een uitdaging als je je moet inschrijven. Nou ja, hoe erg is het ja. als je verkeerd doet? Nou, ik heb het wel eens meegemaakt. Dan, dan zit je vast in ja. feite. Hè? Als, je, als je te langzaam zit je in een te langzaam startvak en dan ja. kom je niet weg. Nou, ja. Hoe erg is het? Ja, niet maar je moet erg. uiteindelijk met Rotterdam, heeft ook En Dan moet je exact. een Pacer mee. Dan, 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 nou, als ja. je dat wil. Hè? Die ja. staan alleen in bepaalde vakken. Ja. Uh, nou, dat is nog klein leed. Ja. Uh, grotere uitdaging is natuurlijk precies wat we zeggen. Ergens moet je ook voor jezelf, zeker zo'n eerste marathon sinds lange tijd of misschien überhaupt ooit gaan bepalen op welk tempo ga ik eigenlijk beginnen? Waar ja. ga ik op weg? Ja. ja, en daar is natuurlijk die beoogde eindtijd ja. ook belangrijk. Dat is voor. En, en sowieso in de toekomst, stel dat je jezelf wil verbeteren, sneller ja. wil worden. Nou ja, waar moet je dan op gaan letten? Kun je dan zeggen, nou ik doe regel, af en toe een 10 kilometer loopje. En zolang ik daar iets sneller word, kan ik daar doortrekken naar, naar een marathon? Of zijn er een aantal parameters waar je aan kan werken ja. in die training? Die echt van invloed zijn op, uh, op jouw prestatie, uiteindelijk. Ja, en die, ja, ja, die zijn er, want daar hebben we hebben natuurlijk in deze podcast heel vaak over gehad. De maximale zuurstofopname, VO2 max, de loopeconomie. Nou ja, dat zijn uh, dingen die meteen boven komen drijven. Maar ja, uh, ja uiteindelijk maar we zijn er hebben we het al... ook al vaak over gehad. Je kan daarmee best goed werken op een uur. Ja, nog aardig in het tweede uur. Ja. Maar wat er na drie of vier uur sporten ja. gebeurt, ja. lijkt niet goed precies. in de formules te zitten. Dus dat doel je al een beetje op. De... Ja, er nou ja. wordt altijd. Even nog terug naar die parameters die de fysiologen altijd ja. zeggen: die zijn belangrijk voor. Nou, je WU2 je max, eigenlijk, je maximaal zuurstofopname. Dan eigenlijk bij welke snelheid of vermogen in jouw geval, als je dat kan meten uh, bij het hardlopen of fietsen. Bij, uh, bij welke je net eigenlijk op die drempel zit: hè? Ja. het omslagpunt, waarbij je dat dus, nou ja, je noemt het al een half uur, een uur vol kan houden. En dan hoe efficiënt je uiteindelijk jouw zuurstof kan omzetten in snelheid. Ja. Maar En daar komt dan een kritisch snelheidmodel bij, kritisch vermogenmodel. We hebben natuurlijk met, met Guido werk daarmee, weet ik. Ja. Maar er uh, zit inderdaad, uh, nou ja, los van het feit, hier heb je een laboratorium voor nodig om, uh, om dit te gaan meten. Ja, je zou een inspanningstest uh, kunnen doen. Ja. En op basis van dan bijvoorbeeld hartlogs, hartslagzones of vermogenszones zou je, een... zou je dan zo'n model ja. kunnen pakken. En dan krijg Precies. je al een ja. eerste voorspelling. Ja, maar je kunt ook al hele andere dingen kijken. Hoeveel train jij in de week? Oh ja. Uh, en um, ja, hoe oud ben je? Leeftijd speelt ook weer een rol. Uh, ben je man of vrouw? Dus er is een. Uh, in de wetenschap kwam ik een review tegen van twee drie jaar geleden. Die hebben eigenlijk alle modellen, wiskundige modellen, die uh, in studies toegepast zijn. En uh, wat ze dan in die studies typisch doen, is gewoon ze hebben een groep mensen die aan een marathon, halve marathon, vijf of tien kilometer meedoen ja. en die lopen een bepaalde tijd. Ja. En daaromheen kan er voor zijn of daarna of in, in, in die periode proberen ze te zeggen, oké, okay, wat is nou voorspellend eigenlijk voor die tijd, voor die eindtijd? Ah, ja. Kan dus ik ze, dat? Dus ze gaan in feite terugkijken. Ja. Dus er is een tijd, er is een prestatie neergezet Precies. en ze gaan op zoek naar, ja. kan ik uit de omgeving factoren halen die die tijd zouden hebben voorspeld? ja Dus ja. dan enquêtes zijn een goede van hoe heb je je voorbereid of hoe Loop jij normaal in de week? Welke afstand? Hoe vaak? Anthropometrische parameters. Hoe lang ben jij? Hoe zwaar ben je? Dan kun je je BMI afleiden. Jouw beenlengte. Ja. Je kan het zo gek niet verzinnen. Uh, een ander is, ze laten naar het lab komen en doen die labtesten. Wat ik, wat ik toch een interessante zijstap vind om even onze luisteraars in mee te nemen. Want ik kan me voorstellen dat mensen denken: ja. Wat doe je nou moeilijk? Er is toch gewoon een calculator van Strava of Strijd voorspelt ja. toch gewoon mijn tijd? Nee, we draaien het nu om. Ja. Hoe zijn die voorspellingen eigenlijk tot stand gekomen en hoe goed is dat? En dan ja. moet je dus dit doen, hè. Dan ja. moet je eerst op zoek naar ja. wat zijn parameters waar ik een model mee kan nou, gaan bouwen. En daar heb je het wel, want uh, heb je het al? Als ik op mijn uh, op, of, of op Strava of op uh, Garmin kijk naar uh, de voorspellingen, ja, die zijn weer anders dan. Ik uh, het ja, ja. op internet. Wij dus, hebben dus, allebei wil... zo'n uh, duur ja. niet gesponsord... Het Garmin horloge, die doet uh, race predictions, ja, ja, en die zijn inderdaad anders dan uh, een Strava of een Training Dus doet. Het is een beetje, ja, dus je kan kijken gewoon, maar je wil als wetenschapper, wil je denk ik ook de vinger erachter krijgen, ja, welke fysiologische parameters of nou ja, uh, antropometrisch, dus uh, of nog antropometrisch is dus ja, een moeilijk is dus woord voor factoren van het lichaam, lichaamskenmerken, ja, oh, ja. Dus en, zullen we gewoon lichaamskenmerken hebben? Uh, ja, dat ook, vind ik ook goed. Of, of trainingsarbeid. We hebben natuurlijk in het verleden gehad, hoe kan je verbeteren op de marathon? Voor jou ging het toen om. Ja. En dat was toch, uh, ja, als je kijkt naar mensen die zich verbeteren, is toch het, het volume van uh, het, het aantal kilometers dat gelopen wordt, ja. is oh, speelt een rol. meer kilometers lopen. Dus ja, dat, dat, kan, dat speelt eigenlijk, als je dus in die machine duikt dat zijn allemaal dingen die een rol spelen. Nou, in die review hebben ze uiteindelijk 58 studies gevonden sinds 1983, meen ik. Wow. En dan kwamen ze uit op nou echt 136 onafhankelijke parameters die in die verschillende studies zijn bekeken en gekeken natuurlijk wat je dan doet is kan zo'n parameter heeft die een relatie tot die eindtijd. Ja, ga je enorm statistieken. Ja. Ja. En dan kan je je wel voorstellen, ja, leeftijd zal zeker een invloed hebben. En geslacht zal invloed hebben. En nou, gewicht zal wel invloed hebben. En als jij leeftijd zegt, dan zou je kunnen zeggen hoe ouder, hoe langzamer. En ja. dan realiseert iedereen zich ja. meteen, zo simpel is het Nee, nooit. Precies. Dus het ja. is altijd natuurlijk een hele complexe mix ja. van allemaal variabelen. Dus daar komen uiteindelijk allerlei... Uh, nou, ze hebben eigenlijk al die formules die daaruit rollen. Van, ga je kijken in die bepaalde studie, want ze gaan niet... Ineens één studie al die 136 meter. Ja. Dus ja, dat heeft ook te maken. Ja, wat waar kiezen de wetenschappers op dat moment voor? Ja. Uh, en en uiteindelijk dan proberen ze een uh, ja een, een regressielijn op te stellen. Is dus eigenlijk een uh, de een formule komt eruit van. Hey, de eindtijd is drie keer x. Ja. Nou, noem het uh, in BMI. Ja en dan uh, min eigenlijk je VO2 max ja, en dan plus en dan dit, dit zo en, alle nou, variabelen in een formule ja, ja. en da ja, logisch dat zijn allemaal verschillende formules <laughs> en die kan je allemaal gaan invullen nou die dat heb ik nog niet gedaan ik kom daar wel met een recente studie die ik wel gebruikt heb daarvoor maar ze geven ook aan van ja wat een beetje de grove lijn is is dat een 5 en een tien kilometer inderdaad heel goed te schatten is uit die kritische snelheid... of eigenlijk de snelheid waarmee jij nog net... niet heel veel lactaat produceert... waar je het ja. ontslagpunt wegbrengt. En, maar hoe langer uh, eigenlijk de afstand... dan schieten die dingen toch wel tekort. En dat nou ja, geeft het wel aan... Ja, dan die kritische snelheid... dat je krijgt te maken met vermoeidheid... Uh, ervaring, denk ik. Uh -huh. uh, trainingsomvang speelt daar ook weer een rol. Twee, je ook wel weet, ja, maar training heeft ook weer impact, natuurlijk, op die V2 max. Dus die ja. dingen hebben natuurlijk wel invloed op elkaar. Dus je zegt hier eigenlijk als een eerste soort tussenconclusie. Alles wat zich een beetje afspeelt binnen het eerste uur, ja. kan je goed voorspellen op basis van uh, testjes. Ja. Hoe je die ook gedaan hebt, of je die zelf in het veld gedaan hebt, of ja. op een, uh, in een lab of wat dan ook. Die, de, de kritische waarde die eruit komt, voorspelt goed jouw 5 en 10 en, en korte afstand. Ja. ja, en dat is ook een uh, recente studie uh, waarbij ze mensen die een marathon liepen een week van tevoren een Cooper test hebben laten doen. Okay. Kooper is het... op en neer toch? Piepjes. Nee nee, dat is de jo jo inderdaad piepjes uh, test. Kooper oh, nee, ja. is test rondjes. Is gewoon twaalf ja, minuten oh, rennen. Twaalf ja. minuten. Die test. deden we vroeger ja. op school, die ja. doen ze denk ik nog steeds op school. Ja. Ja. Zo ver mogelijk in twaalf minuten ja. toch? Ja. En uh, nou ja, en dan hebben ze gekeken van, uh, nou uiteindelijk dat gecorreleerd of gerelateerd aan die eindtijd een, een week later... op die halve marathon. Ja. Nou, komt op zich een hele simpele formule uit. Namelijk, uh, de, de racetijd is 201 min... en dan een uh, 0,03433 maal de Cooper-test in minuten. Nou, wat, wat kwam daar voor mij uit? En dan heb ik gedacht, want ik loop nooit een Cooper-test... maar ik denk, nou, vroeger als kind liep ik die echt wel boven de 3000... 3000 meter ja. dan, in 12 minuten. Dat was een beetje, ja. volgens mij vond ik dat altijd de scheidslijn van oh ja. uh, de Want 4 minuten kilometer. Ja, ja. ja wat en behoorlijk hard, vroeger, hard is. Vroeger, nou ja, misschien 33, 3400. Nou, ik ben nu uitgegaan van 1700 meter. Zou heb jij niet even kunnen? van de week een koepetje nee. gedaan? <laughs> nee. Gemiste nee, de, kans. Ja, gemiste kans. Ja, is ook, die wil ik dan niet in het bos gaan doen. Moet ik eigenlijk een atletiekbaan oh, baanen, strak Nou ja. Als het in het bos goed kan, dan wordt het alleen maar beter op de weg. Ik heb 1700 meter genomen, alleen maar redelijk. En uh, daar kom ik toch wel uit op uh, 1 uur 48 voor die halve marathon. En daar schrik ik best wel van, want dan denk ik, ik vind dat best wel snel. 1 uur 48 is voor jouw gevoel heel snel. Ja, omdat ja. ik, nou ja, met mijn achterhoofd Rotterdam in 4 uur. Ja. Halve marathon, nou ja, in 2 uur misschien 1 uur 55. Hè, dan kun ja. je wel iets. Uh, nou. maar het is toch ook een leuke vuistregel, de hele andere uit de, uit de kroeg. Uh, uh, <laughs> twee keer je halve marathon-tijd plus 10% is toch ook ja, je marathon -pace. Dat is ook, uh, ja. dus dan zou die wel aardig uitkomen. Dat is denk ik, uh, dit is allemaal een beetje gebaseerd op uh, de Riegel-regel. Pieter, Pieter Riegel volgens mij heet hij, is een Amerikaan. Die heeft destijds, een coach meen ik, gewoon allerlei tijden verzameld van zijn eigen pupillen en van anderen die hij destijds in de boeken kon vinden. En die vond inderdaad een soort uh, relatie of een, een logaritmische uh, daling in de snelheid met een toename van snelheid, uh, van uh, afstand. afstand. Ja. En uh, die wordt heel vaak toegepast. Ik denk ook in veel calculatoren, onder andere drie uh, die van de, het geheim van hardlopen. Uh, die staat op internet bij, bij ProRun. Uh, die heb ik namelijk ook ingevuld. En die gebruikt gewoon eigenlijk je tien kilometer tijd kan je daar invullen. Ja. En dan komt hij met een heel rijtje waar loop je op de drie, op de vijf, uh, noem maar op. Ja. En... Uh, daar kwam ik inderdaad uit op 1,46. Nou ja, je zit daar ook in de buurt. En eigenlijk die regel zegt dat die... De snelheid op een marathon is eigenlijk de snelheid op 10 kilometer... maal 90,4 procent. Nou, dus wat jij zegt, oh ja. die 10 procent. Ja ja ja, 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 precies. Nou, ja, is ja, met je ja, vuistregel ja. op die manier. Even een kritische vraag. Want los van dat, het, ja. dat wij het in de Slimmer Presteren podcast interessant vinden... om in de wetenschap te duiken achter. Ja. O, uh, wat gaat er mis... Als we nu gewoon weglopen en met deze vuistregel verder blijven leven, ja, ik denk dan toch nog steeds dat er iets is van ja. Als, zolang ik, als ik niet getraind heb op die marathon, als ik alleen maar 10 kilometer heb gelopen, ja, hè, snap ja, je? Ja, ja. Dat dus is. Die, die formule, ja, precies. En, uh, ja. Dus kan je dat zomaar doortrekken? Nee, je moet toch wel iets meenemen met mensen dat die dan ook daadwerkelijk voor een marathon. Of trainen. je dat wel gedaan hebt en of jij wel eens uh, wat langer gelopen hebt. En of jij die je gut getraind hebt. hebt om te eten onderweg en zo. Ja, dat ja. zijn allemaal factoren. En dat brengen we eigenlijk op die andere manier waar we mee begonnen. De fysiologische uh, 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 formules. Ja. Want dat is uh, ook weer een uh, studie volgens mij van 2019. Nou, die hebben uiteindelijk 134 lopers, hebben ze een soort database van opgebouwd. Mm -hmm. Die allemaal halve marathons lopen, ja, in ieder geval uh, en en dat is meerdere gelopen hebben, vaak minimaal eens ze hebben, allemaal de uh, halve marathon van Athene. Volgens mij gelopen, ging het om, mm -hmm. en daar hebben ze toen uiteindelijk hebben die ook in die periode naar het lab laten komen en een inspanningstest laten doen en dan nou ook van alles gemeten, uh, wat ik net vertelde, dus aan. Zuurstofconsumptie, aan efficiency, ook aan BMI en aan leeftijd. Nou, you name it. En dat ook zit te kijken welke parameters zijn nou echt bepalend, eigenlijk spelen echt een rol bij die tijd. Ja, nou, en dan het ging om 134 lopers, wat ik al zei, met, want dat is wel belangrijk. Wel, hoe, hoe ziet die groep eruit? Van 44 jaar, gemiddeld hadden die al 13 halve marathons gelopen. Ja, ja. dus dan zeggen wij ervaren lopers. Ja, precies. Dus Mannen en mag... vrouwen door elkaar. Ja, daar mag ik me nog niet mee vergelijken, maar dat doe ik dan stiekem toch. De gemiddelde, de snelste, nou, gemiddelde tijd die zij liepen als in de snelste halve marathon ooit als 1,45. Nou, daar heb je het al. 1,45 ge... als snel, oh, gemiddeld. Ik ja, zeggen, want dat vind ik nog niet bijster. Nee. Ja, vind ik oké, okay, maar niet supersnel. Daar komen we zo op. Zij trainen dan <laughs> 53 kilometer gemiddeld in de week, vier keer per week. 53. Oh ja, ja. gemiddeld. Ja. En, nou dan, dat is veel. Daar haal ik niet naar, nee, toch? Nee. op dit moment ook nog. Ik heb moment, moment niet. ook niet. misschien richting Mar of Rotterdam ooit, maar ja. ik kom echt uit op 30 misschien. 35, ja. nou, wat al ik. behoorlijk ik denk lekker, denk, lekker is. Ja. Ja. Uh, die hebben ze dan gekeken naar. Uh, die hebben ze gedeeld in vijf groepen uh, uh, naar aanleiding van hun eindtijd op die halve marathon. Ja. nou, een snelle groep. Die liep binnen anderhalf uur. Kijk, ja, nou, Een is bovengemiddeld, een gemiddelde, een ondergemiddelde en een trage groep. En ik vind mezelf, denk dat ik wil horen bij de ondergemiddelde groep. Wil ik liever niet, maar zo is denk ik de praktijk als ik uh, daar bij de leur aan de start sta. Want die doet er tot uh, 108, dus 1 uur 48 tot 1 uur 57 over. Ja. Nou, dat past precies in mijn plan. Ja. Nou, dan moet je wel even, even. Kan je dat eens vertalen? Even naar tempo. Als jij 1 uur 48 over een halve marathon wil doen, wat is jouw uh, minuten per kilometer dan? Ja, dat, dat denk jij. En dan ik ja, denk 5,5. Een leuke tip kunnen we, kunnen we in de show notes zitten? Want voor zo'n wedstrijd ben ik dus heel vaak te vinden op de. Ik ga hem nu live hier in de uitzending even googlen. De Strava Race Pace Calculator. Ik denk dat ik ergens rond 5. Die, die, die 45, kan namelijk 45, precies dan. dit. Dat is heerlijk. Uh, en ik merk dan dat ik heel vaak, hè, dan heb je op een gegeven moment zo'n doelpees, ja. en dan wil je dus even uit. Wat nou als ik iets langzamer ja. loop? Waar ja. kom ik dan op uit? Ja. En allemaal dat soort dingen. Dus die zegt, wat is je verwachte tempo? Um, ja, dus die gaat wel uit van tempo. Oh nee, hier verwachte. Ja, dus dan jij wil. Wat wil jij lopen? Dan doe maar 155. Uh, Lekker veilig. Nee, oké. Okay. Maar wat, wat is een tempo wat jij zou willen lopen? Ik weet dat we dat moeten bereiken, maar ik moet deze andersom invullen. Oh, dan zou ik, ik wil... 4,50 of zo? Vijf minuut? Nee joh, ik ben echt een stukje trager. Vijf en een half. Oh echt? Ja, oké. Okay. <laughs> vul ik even in. Vijf en een half. Kijk, want dit vind ik dus heel leuk. 5 minuut 30 minuten per kilometer finishtijd berekenen. En dan krijg je dus hier een hele tabel ja. met 1 kilometer, 5 km, 10 km, 10, 10 mijl. En dan ga ik naar een half marathon. Ja, kom je op 1 uur 56 uit. Komt hij op een uh, wel een, een, een evenredig tempo, hè? geen negatieve snelheid? Ja, speed dit en, ding en doet gewoon, gewoon heel dom. Precies, gewoon 1 uh, ja. keer 5 minuten 30, 2 ja. keer 5 minuten 30. Ja. Hè? Dus een lineair precies. model. Ja. ja, die kun je natuurlijk. Um, dus houden, 1 uur 56. Ja. En dan vind ik dus altijd leuk, dan zeg je, ja, ik wil naar 1 uur 51. Dus dan maak ik van 5 minuten 30 de kilometer 7. 5 minuten 20 de kilometer. Waar kom je dan op uit op half marathon? En dan zit je inderdaad op 1 minuut, 1 uur 52 minuten en 31 ja. seconden. Nou ja, ergens, dus daartussen. Dus dit, dit toeltje, uh, lieve luisteraars, ja. daar zit ik de laatste dagen voor zo'n race altijd volop mee te spelen, om maar de hele tijd niet in je hoofd ja. uit te hoeven rekenen. Wat maakt een paar seconden langzamer op de kilometer ja. nou uit. Maar wat was uh, in, die, in die studie konden ze natuurlijk uh, hebben ze de groep snel en traag vergeleken? En dan gezegd, waar verschillen die in? Oh ja, interessant. Kijk, en dan kun dus dat zijn een beetje de uiterste van die curves. Ja. Ja. Nou, hoeveel trainingsdagen? Ja. Nou, logisch, sommige dingen zijn echt triviaal. De afstand die ze ook trainen. Ja. De leeftijd. Het gewicht. Maar die vind ik wel spannend, ja. leeftijd. Je zou dat natuurlijk wel als algemene kunnen zetten. Ja. Dat, een, dat een twintiger of een dertiger in zijn algemeenheid sneller ja. kan lopen... dan iemand van vijftig of zestig. Ja. Maar dat hangt toch heel erg juist in ja, wat je zegt van getraindheid af, af en volume. Want een, ja. een iemand van 50 die heel veel traint, ja. kan toch wel sneller zijn dan iemand van 30 die weinig Nee, maar dat klopt. Die want want uiteindelijk is de bijdrage van leeftijd in de formule, uh, die, die telt niet eens meer mee. Zeg maar. Ah, oké. Die, die okay, ja, draagt okay, zo weinig okay. bij. Ja, ja, ja. Uh, BMI dus, het vetgehalte. Nou, en logischwijs VO2 max. Geen verschil in uh, lengte de sit and reach test dus die hoe flexibel je bent lenigheid. ja lenigheid ja. nou ja. dat past gelukkig in de in, in de aflevering die we ooit hierover gemaakt hebben Ja dat juist lenigheid niet echt bijdraagt aan een, een betere hardloopprestatie, hardloopprestatie hè? Nee, misschien precies. andere En zaken. ook de sprongtest niet nou uiteindelijk hebben ze gewoon al die parameters eerst apart dan zet je op de x-as zet je leeftijd en dan ga je kijken op de y-as de tijden ja. Om Ik zit nog even Metikaal. heel goed mee in te beelden. Wat zijn ze nu aan het onderzoeken? Dus ze hebben een groep snelle halve marathonlopers. Een groep langzame ja. lopers Dan gaan ze bij factor voor factor kijken. Is deze factor verklarend ja. voor het tempoverschil? Hoe, hoe, ja, precies. Ja. En dan zeggen we dus, maakt niet uit hoe lang je bent. Nou nee, ja. ja, het is allemaal logisch dus natuurlijk. Dus hoe groot, ja. hoe groot ja, 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 is die, ja, ja. die correlatie? Hè? Die exact. punt, krijg je een mooie rechte lijn? Of krijg je een puntenwolk? Nou, ga wij... eens naar de meer verrassende <laughs> bevindingen. Goed, uiteindelijk zeggen zij, en dat was wel... Uh, uh, dat belangrijkste parameter is het BMI. Dat bepaalt gewoon de helft van de, de, de variatie. Gaat het erom? Dus de, 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 de body, body mass index, index, oftewel de verhouding tussen je lichaamsgewicht en je lengte, ja. zegt dus iets over hoe chubby je bent. Ja. En uh, de tweede was daarop. En dan gevolgd. lijkt me de, logisch dat als je BMI hoger is. ben je een langzame hardloper. Ja, dat ja. ja, is ja. natuurlijk ook logisch. Hebben we vaak over gehad. Je hebt gewoon meer kilo's mee te slepen. Ja, ja. ja. En daarna was die VO2 max. was uh, nou die. Ja. Ik weet niet of ja. uh, de 45, capaciteit 40, van het houtlong uh, systeem. Daarna de afstand in de week dat je trainde. En dat zijn eigenlijk de drie parameters die zij, waarmee zij eigenlijk de grootste variatie konden verklaren. Dus als ze die drie in die formule stopten, dachten ze... ...nou, dan hebben we, kunnen we redelijk nou, een goede inschatting maken. Of verklaren waarom de tijden gelopen werden door die groep lopers zoals wij ze onderzocht hebben. En wat ik dus interessant vind, Jurgen... ...want ik zit dan meteen aan de verschillende racecalculatoren ja. te denken... ...daar wordt je niet gevra vaak gevraagd om je lengte of je gewicht... Garmin weet het volgens mij wel, mm -hmm. vul je volgens mij wel ergens in. En je zegt dus nu je BMI is een belangrijke voorspeller, dus je blijkbaar is het dus zo dat je niet blind kan zeggen of je nou dik of dun bent. Als je op 10 km 45 minuten loopt, loop je dit op een marathon? Nee, maakt dus uit of je dik of dun bent. Hoe de formule zich vertaalt naar de lange afstand. Voor deze formule is, ja, ja. is dat zo. Dus eigenlijk ga je, denk ik, wat dieper Want in. Want die je zou machine. kunnen denken: in die 10 kilometer. Ja. moet je die zware BMI, ja. BMI toch ook al meenemen. Maar ja, dat, je kan je voorstellen dat als je wat zwaarder bent. dat dat dus ook op de ja. langere ja. termijn. meer vermoeidheidseffect heeft. Ja. Dus brengt in ieder geval, in dit geval voor die halve marathon. Ja. Uh, en, en langer waarschijnlijk. Dat ja. klopt. Ja, nee, dat is. Uh, dus eigenlijk. Ja, ik kom je best op een simpele formule. Niks oh. exponentieels. En noem maar op. Want het is gewoon de race tijd <laughs> is 80. Ja. En dan plus nou ja, een, een factor maal BMI, 2,5 maal je BMI. Logisch. Want hoe zwaarder, nou dan gaat die racetijd, wordt langer. Ja. Nou, waar, waar, hoe kun je dat een beetje uh, uh, tegengaan? Nou, door een goede V2-max te hebben. Dus dan haal je eigenlijk weer een factor. 0,5 maar je V max eraf en dan min eigenlijk 0,2 je wekelijkse uh, trainingsafstand in kilometer. Dus het is een beetje van uh, voor hun is het echt het belangrijkste ja, die BMI, hoe zwaar je bent. Ik zit even wiskundig. Ik heb ja. de formule ook voor me te staan. Het feit dat je begint met 80 plus ja. betekent dus dat 80 is het wereldrecord op de halve marathon. Dus zo. Ja, zo je gaat weekje, sowieso ja. 80 ja. minuten over ja, een halve marathon doen. Of je doen. moet echt een springkraan zijn. <laughs> En dat kan corrigeren met heel veel wekelijkse. Uh, oh ja. Uh, ja, want daar kan die min-factoren ja. er vanaf. Ja. Maar toen schrok ik wel, want toen ik dat voor mezelf invulde. Nou, mijn VO2 max heb ik dan wel geschat uit mijn Garmin nou, op 50 Oeh, gezet. dat ja. is wel tricky. Nou, daar kom ik zo, kunnen we ook zo op. Die kan ik natuurlijk iets, maar die telt niet zo heel zwaar mee. Nee. Ik kwam gewoon uit op 1, 1 uur. 33. En daar, ja, dat heeft natuurlijk te maken... Door jouw daar... ontzettend lage BMI. Ja, wat die BMI van mij... Je bent ja, die... en klein en lekker ja, mager. die zit ergens uh, onder de 20 zelfs. Ik denk... Je van... je ja, BMI onder de 20? Ja. Is dan dat dan wel gezond? Een beetje uit gaan kijken. He? Nee, ja, nog steeds gezond volgens de... Uh... De calculatoren ook uh, wat dat betreft. De BMI-calculatoren. Nee. Dus ja, ja daar ga ik wel een beetje twijfelen. Haal ik wel uh, alles maar uit mezelf en, op dit en moment. Nu, hè? Uh, en sorry, lieve luisteraar, dat je al bijna 20 minuten hebt moeten luisteren om, <laughs> om hier te komen. Maar dit is dus de kern van jouw probleem. Ja. Uh, bij de ene calculator zegt hij 1 uur en 48 minuten. Ja. En de volgende zegt een kwartier sneller 1 uur en 33 ja. minuten. Dus fysiologisch gezien, zo aan de buitenkant, met name denken ze, ah dat is een uh, dat is een jongen die uh, nou, maar mijn leeftijd gaat er weer niet mee. Alleen ik kan mezelf zeggen ja maar waarom hoor ik hier niet bij omdat ik nou die wekelijkse trainingsafstand ik ik hoor ja, maar die niet wekelijkse trainingsafstand bij dit... zit in die formule ja, ja maar ik hoor niet bij dit cohort. Van daarvoor ah. val ik uh, ja had ik meer in ieder geval meer marathons moeten lopen en als ik bijvoorbeeld me vergelijk met die ja want jij zei ook heb ik me herinnerd toen je over deze studie begon, deze mensen hadden gemiddeld 13 halve marathons ja. al gedaan. Ja. En jij zit hier als ja. een soort van debutant. En als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn, de groep waarin ik denk terecht te komen, hè, die 1,50 tot 1,57, nou, die hebben acht halve marathons gelopen, sowieso. Ja. Die hadden, die trainen vier keer in de week. Nou, ik zit echt niet. Uh, drie ben ik heel blij mee. Ja. Die drie, maken drie keer lopen en dan ja. nog een keer zwemmen, fietsen. Oh, ja, kijk, he, veelzijdig ja, goed, bewegen. Je, ja, dat klopt. Die halen 45 kilometer uh, afstand, haal ik ook niet. Die zijn uh, gemiddeld 46 uh, uh, jaar oud. Ja, haal je ook niet. Nee. <laughs> dus, maar dat maakt niet uit, want je zegt de leeftijd wordt uit de formule geschrapt. Ja, dat klopt. Maar ik denk nog steeds, ja, misschien ben ik een uitzondering hier. Maar ik, uh, misschien ben je gewoon wat nieuws, onzeker. In potentie. Denk ik dat er. Uh, ja, we misschien spreken we elkaar over vijf halve hart ons weer eens een keer. weer in met te stralen. Ja, nou, dus, nou ja, in eerste instantie. Ik gezegd, Jezus, ik vind het wel heel snel. Maar wie ik weet heb ik, wel het, kan, heb ik wel nou, het goede lijf ervoor. Exact. Alleen, ik moet een beetje het er nog trainen. Even uit gaan halen. Ja, ja, ja interessant. <laughs> en uh, nou laten we dit zo eens voorleggen aan onze topcoach. Wat ja. moet hij nou met zo'n atleet als jij? Ik wil er nog één klein ding aan toevoegen voordat we naar hem toe gaan. Um, we hebben het al vaak over gehad in deze podcast, over hardlopen op vermogen. We hebben ja. een aflevering over gemaakt. En ik heb dus ook al vaker gezegd dat een van de dingen die ik er lekker aan vind, is de race voorspellen ja. en de pacing op basis van dat vermogen. Precies. En het uh, belangrijkste daar eigenlijk in vind ik de, dat het me heeft geholpen om mentaal een pace aan te durven. Ja, ja. He, want als ik kijk naar aanstaande zondag. Nou, mijn voorbereiding is een beetje in de soep. Wederom. Dus ik ga daar lekker voor het genieten. En de gezelligheid. En met de luisteraars lopen. En het in Sydney. Misschien doe ik er vier uur over. Voor mij wat, vier en een half uur. Um, dus als de stride nu tegen mij zegt. dat ik een 3.36 ga lopen. dan denk ik, ja, poep jou. Dat geloof ik niet. Uh, daar ga ik niet op weg. Maar toen ik bezig was met hoe snel kan ik eigenlijk. voorspelde hij mij tijden. Die ik mentaal, precies wat jij een beetje zegt, verzonnen nooit aan zou durven. Ja. Maar doordat de wetenschap of het model ja. dat zij, ben ik erop weggegaan en haal je het dan. Ja, toch wel. Oké. Okay. Dus dat is, er zit natuurlijk ook een enorme ja. mentale component ja. in dat ja. uh, peesplan voor Zeker, hè? Dat is ook zo. Nou, kijk, maar, maar het heeft ook met het doel te maken. Hè. Mijn doel is Rotterdam uitlopen. Tuurlijk. Nou, en dus daarmee is ook mijn doel uit de Uitlopen, ja. Ja. En dan, uh, dan hoef ik echt niet helemaal tot het gaat te gaan. Maar ik vind een verschil tussen het gevoel van nou 1,55. En 1.33. Ja, is is mogelijk vind ik wel heel veel. Dan wordt wel echt fluitend. Uh, dan zou ik fluitend zondag uh, gaan lopen. Nou, dat geloof ga, ik, ik ga ook. Ja. Dat weet ik niet. Volgens mij ben ik nog. Be ja, ligt er dus aan wat ik ga doen. In ja. theorie zou ik je binnen kunnen halen. Maar volgens, misschien ben ik nog bezig. We gaan, um, we gaan zoomen met Voem. En dan zullen we hem eens even deze casus voorleggen. En eens even met hem dat ei kraken. Maar niet voordat ik nog een aantal mensen even een shout-out heet dat dan. Hè, even wil noemen en bedanken. Um, wij maken deze podcast namelijk. Al uh, nu voor de 158ste keer. Uh, dat doen we met veel liefde, met heel veel plezier. Uh, maar je zult begrijpen dat dat ook uh, de nodige productiekosten met zich meebrengt. Daar worden wij voor een deel door gesponsord, door Live Online Events. En voor een ander groot deel door steeds meer luisteraars die zeggen... deze podcast is mij veel waard. Ik wil vriend van de show worden. En dat doen ze dan op vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. Uh, Vier mensen die ik even in het zonnetje wil zetten. Ronald Meijer, uh, die werd uh, vriend voor een jaar. Vinden wij uh, relevant. Hè? Je kan altijd kiezen per maand of per jaar. Doe het gelijk voor het hele jaar. Krijg jij één maand gratis, betalen wij één keer transactiekosten. Ik zie de laatste tijd veel vragen van mensen die zeggen: Oh, oeps, ik heb een maandelijkse betaling. Kan ik het omzetten? Staat niet zo goed uitgelegd op het platform vriendvandeshow.nl. Maar wat je moet doen, is je maandelijkse betaling annuleren en een nieuwe jaarlijkse afsluiten. Helaas is het niet simpeler. Uh, Michelle Boshoven werd ook vriendin van de show. Betteco de Boer werd het ook. En ook Raymond van Hemert. Dankjewel. Fijn dat je erbij hoort. Vrienden van de show die mogen op onze vriend van de show uh, of op onze slimmer presteren Strava Club mogen ze naar binnen. Kunnen ze andere vrienden zien. Die zijn uh, uiteraard natuurlijk lid van onze uh, regionale WhatsApp chapters en communities. En gaan met ons mee naar evenementen zoals we zondag ook gaan doen. Leuk. Uh, als je er nog niet bij hoort, meld je gelijk even aan. Zullen we eens even naar Guido Vroemen gaan? Goed we, gaan plan. Zoomen met we gaan zoomen met Vroemen. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Goedemorgen Guido. Goedemorgen, heren. Hey, het is, uh, zijn spannende dagen. Het is die één na laatste dag. Hè? Die dag dat we nog vanavond even goed moeten slapen. En dan morgennacht mm. leggen we spannend uh, wakker liggen over op welk tempo moeten we nou vertrekken zondag. En uh, ja, ja ik, uh, we moeten jou maar eens erbij halen als uh, succescoach en topcoach. En sowieso ook uh, man van de data. Want uh, onze Jurgen komt er niet uit. Jurgen nee. heeft net geschetst. Oh, ik kom he rekenmodel. Helemaal gek. Van al die calculatoren. En dan zijn er nog wetenschappelijke studies die bepalen. Oh, formules. En nou, de ene zegt 1.33 is haalbaar omdat ik lekker licht ben en een laag BMI. Ja. En dan uh, ja, die calculatoren gaan al richting 1,45, 46, 47. Maar ik zelf heb zoiets. Ja, jongens, hoezo? Ik heb al uh, uh, tien jaar geen halve marathon gelopen, vijftien jaar niet. Wees blij dat ik hem binnen de twee uur doe. Wat moet ik doen, ah. Guido? Ah, kijk, je brein zegt er is misschien wel reëel. En die denkt: oh, Jurgen, man, je hebt helemaal niet zo goed voorbereid. Shit. Dat, uh, <laughs> die topvoorbereiding voor 1,45, misschien wel uh, 1,33, dat heb je helemaal niet gedaan, man. Nou, dan had ik dus... wel wat meer moeten lopen. Ja, ja, denk hij hij maakt zich zorgen port. over zijn trainingsomvang. Ja. Nou ja. ja, precies. Weet je, calculatoren en die modellen gaan natuurlijk wel uit dat je optimaal je voorbereiding hebt gedaan. Ja. Um, en dan optimaal ja dat daar kun je natuurlijk ook over debatteren wat is dat maar um, voldoende trainingsarbeid uh, hebt uh, hebt gedaan in de ja weet je in de maanden ervoor ja nou Zodat ik heb ik heb al ik heb lange duurlopen gedaan van tot aan 18 19 kilometer ja. um, nou, maar op welk tempo? Maar dat is het op, natuurlijk op, niet op, alleen maar. Nee, op een tempo inderdaad van, uh, een lange duurlooptempo lees ja. 6 kilometer per uur. Denk ik ja, ja, heel of, rustig. Zes minuten per ja. kilometer. Ja, kilometer ja, 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 ja. Ja. Nou ja, dus dan kom je iets boven de, boven de <laughs> twee uur uit. Ja, dat is al een, Als je iets harder gaat lopen, kom je onder de twee uur uit. Ja, maar ja, nou ja, weet je, die modellen... Um, ja, die, die werken... Elk model trouwens is, is fout. De, hè? Maar er zijn wel ja, modellen... Lekker. Slimme passeren ja. podcast. Elk model ja. is fout. Ja. Maar er zijn wel modellen die je heel goed kunt gebruiken. Ja, ja, ja. Kijk. Maar ja, welke is nou het beste voor jou? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Ja, maar hoe maar kom staat... je daarachter? Ja, dat heeft te maken met hoe... Als je heel veel data van jezelf verzamelt, dan pas je... In één model het beste. Mm -hmm. dat, dat zijn eigenlijk ja, ja, uh, R kwadraat. Hè? Wat zit het dichtst bij jouw lijn? Waar heb je de het minste afwijking van? Welk model? Mm -hmm. En dat heeft ook te maken met um, hoe zit je in elkaar. Hè? Daar hebben we het al eens vaker over gehad. Over je, je energiesystemen, je anaerobische systeem, je aerobische systeem. En sommigen hebben, nou, bijvoorbeeld, als ze, als ze modellen gaan werken met: een, wat heb je op een 5 gelopen? Wat heb je op een 10 ja. gelopen? He? Dan gaan ze daarna hè, naar de 15, de 20, of de halve marathon, en de marathon gaan ze voorspellen. Maar ja, als jij iemand bent die nou ja, sterk aan Europa is, die kan best een harde vijf lopen, maar ja, die zakt dan naar de 10 en na de halve marathon steeds verder in. Dus die ja. heeft een groter verval naarmate het langer wordt. Je hebt ook mensen die wat minder alleen roopvermogen hebben en die lopen gewoon een vijf, misschien ietsje beetje harder dan een tien en dan weer een ietsje beetje harder is die tien dan de halve. Dus daar zit heel weinig verval in. Ja. Die verval um, constante is natuurlijk heel belangrijk om uit te komen bij een, een tijd die je dan zou kunnen lopen. Um, verder wordt er ook nog eens, en dat doet um, dat doet Garmin en dat doet de hardloopcalculator van um, het geheim van hardlopen. Dan moet je op een gegeven moment moet je ook gaan werken met een bepaalde running economy. Hoe efficiënt loop je? En in het model zit niet van. Je kunt niet invullen, ja, mijn running economy is uh, 230. Of mijn is 190, dus ik ben nog zuiniger. Mm -hmm. um, daar wordt één waarde aan toegekend. En misschien is die helemaal niet zo van toepassing op jou. Hè? Misschien ben je wel... veel minder zuinig en loop jij veel... verlies je dus veel ja. meer. Ja. En loop je dus ook niet zo hard... op die afstand. Ik ben ontzettend zuinig gelopen. Nee, nee, ja, nee, en het maakt ik snap dus, wel dat maakt dus... wat je, die, wat je ja. toelicht, Guido, dat maakt dus... dat, dat één... zo'n model is natuurlijk voor iedereen... individueel dus anders... Alleen ja. wat irritant daarin is, wat je nu uitlegt, is dat je dus niet weet, als je in dit specifieke geval van Jurgen geen ervaring hebt om op te leunen. of, je boven, of, onder, hè, of het model ja. je over- of onderschat. Ja. 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 ja, ik denk dat heel veel mensen ook zo'n Garmin horloge om hun uh, uh, pols ja. hebben. En, en dan kijken naar nou ja, prestaties die ze hebben gelopen, en dan een vijf. En dan komt er een, een, een rijtje uit van, ja, wat kun je dan lopen op een tien, vijftien. En dat doet Stride ook als je daar als je met voorbogen loopt. Nou, daar komen dan mooie, mooie waarden vaak uit. Dus ik denk, nou, maar wacht, dat kan ik echt, dat haal ik bij zo lang als het leven niet hoor. Dit. Nee, ja, dat, dat vertelde ik net voordat we je gingen zoomen. Dat die ja. Stride-voorspellingen uh, zijn nogal ambitieus. Maar dat krijgt dan ook een soort, had in ieder geval vorig jaar voor mij een soort zelfvervulling effect. Hè? Dat ik denk, oké, okay, ja, 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 ja. als het model ja, dat zegt dat het kan, misschien ja. moet ik het dan maar durven. Ja, maar dat heeft dan wel te maken met hoe je erop voorbereidt. Dat je dat ook met een plan en dat je daar hè, de omvang voldoende getraind hebt, dat tempo voldoende getraind hebt, je bent efficiënt op dat tempo. Ja. Um, dat zijn allemaal voorwaarden die uh, belangrijk zijn en ervoor zorgen dat je dat kunt halen. Ja. Wat moeten we dan met deze casus uh, J-punt van Tevelen die een bandbreedte tussen 158 en 133 ja, ja, ja. uh, krijgt voor zondag? Ik, ik weet het wel. Zeg eens. <laughs> ja, wij kennen Jurgen ondertussen wel. Ja, dat en, denk je. Ja. ja, wat hopen we dan? <laughs> Oké, okay, dan, dan ga ik een voorstel doen. <laughs> we kennen hem een <laughs> beetje. <laughs> en Jurgen is wel een gevoelsmens. Ja. En die die, die loopt graag op gevoel en niet op de cijfertjes. Ja. Want dat vind je allemaal een beetje uh, moeilijk, lastig en ja. gedoe. Dus laten we zeggen, ga op je RPE lopen. Gevoel dat ja. je denkt: nou weet je, dit is een gevoel waarvan ik denk: nou dit kan ik wel een halve marathon volhouden. En als je dan nog in de laatste vijf kilometer zit, dan denk je: nou weet je, ik, ik heb nog wat over. Ik doe er nu een schepje bovenop. Dat voel ik goed. Dit past helemaal bij mij, uh, Guido ja. eigenlijk. Ja, Aha, ja, ja dat dacht maar ik vind het toch ja. interessant. Want ik dacht even: op gevoel lopen. Je kan natuurlijk zeggen, gevoel, daar hoort een bepaalde pijn of hijg of ongemak ja, bij. alles van alles. Ja. Ga maar op uh, schaal uh, 0 tot 10 op de 8 lopen. Of voor, voor mij op de 6 of de 7 lopen. Maar dat is eigenlijk niet wat ja. je zegt. Je zegt, ga maar op het gevoel: dit kan ik een halve marathon volhouden. Maar dat is ja. het probleem. Dat weet hij niet. Dat heeft hij nooit gedaan. Nou, hij weet wel wat hij... Nou, hij heeft wel een lange duurloop gedaan. Ja. Van twee uur. Hè? Ja, ja. En um, dat gevoel weet hij dan. Dus hij moet iets harder. En hij weet ook, hij heeft ook wel eens een tien gelopen. Zeker. 48 ja, dus minuten. Dat... Nou ja, precies. Dus je weet... Dat tempo moet ik dus niet gaan lopen. Ik moet rustiger. <laughs> <Ja>. <laughs> hè, vijf minuten kilometer. Iets is rustiger. Maar zes minuten is dan weer te langzaam. Ja. Nou ja, daartussenin moet je dus gaan, nou ja, een beetje schakelen en, en aftasten van hoe voelt dit. Hè? Loop, ik loop nu vijf minuut vijftiende kilometer. Gaat dit toch goed? Hè? Dan loop je in ieder geval niet knetterhard, dat je nu vijf eh, eh, kilometer later helemaal ingestort bent. Dan kun je altijd wat afremmen als het te hard gaat. En ik, ik weet toch dat ik in het begin net iets harder ga, want dat, vind, dat gebeurt gewoon. Nou, maar dat zit ik natuurlijk ook op. te denken. Op, ja. Als je op gevoel gaat pacen. Ja. Dan uh, ga je natuurlijk lang later wat moe worden. Ja. Ga je natuurlijk veel langzamer. Je, je, ja. Dan zal je, schenken, je tempo gaan instorten. Ja, maar het begin geeft mij dan, dat ken ik in ieder geval van een tien kilometer. Na 1-2 kilometer kijk je naar mijn klokken en denk je, jeeze, lekker. Ja, stevige start, maar ik voel me heel goed. Ja. ja. Dat geeft mij dan zoveel vertrouwen voor de rest. En dan kak ik wel uiteindelijk wat in, zeker. Maar ik heb zoveel ruimte dan nog. Ja. Dus ik denk dat ik best wel een veilige... Maar als eh, je loopt op denk. gevoel, Guido Jurgen, mag je dan wel op je klokje kijken? <laughs> ja, dat is je mag een beetje altijd, hè? ter ondersteuning van klopt het gevoel en dan... Wat eh, ja, 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 is dat dit is het. nou? Je nee, hebt maar, wel ergens je... gelijk, uh, Gerrit. Ja, ja kijk, ah, ik heb hem, ik, ik ik heb hem toch op. Ja. Ja. ja, precies. Ik zeg wel, je moet hem wel meten. Kijk, ja. Want achteraf kun je altijd zeggen, ja, als je ook wil, kijk je er niet op. Ja. Dan heb je een bepaald gevoel daarbij. En als je dat dan verifieert met de data die je hebt gelopen, de tijden, nou, of het vermogen, stel dat je dat ook hebt, dan kun je dat met elkaar koppelen. Weet je, dat gevoel ja. hoort bij ja. dat tempo, die, dat vermogen. En daar leer je van. Op een gegeven moment, weet je, het kan ook wel eens zo zijn dat je een wedstrijd hebt en je, hebt al, je gaat wel op uh, tempo of vermogen lopen. En je horloge doet, uh, doet het in één keer niet meer. Ja. Of die voetpot. En dan denk je, oh, een Paniek. Ja. nou kan ik niet lopen ja. nee dan kun je wel lopen want je hebt ook geleerd dat gevoel dat is gekoppeld aan een bepaald vermogen dan weet je nou, ik moet dus op dat gevoel gaan lopen ja. uh, dit herken ik heel erg uit mijn eerste jaar of jaren van hardlopen inderdaad uh, had ik Kijk. ook nog niet zo'n duur horloge maar wel via de telefoon in ieder geval maar inderdaad, veel meten en dan achteraf iedere keer kijken... en welke tempo en wat hoort bij dat stuk. Oh ja, zo voelde ik me daar. Om inderdaad daar dat gevoel te ontwikkelen. We ja. hebben het er natuurlijk al vaker over gehad, over sport op gevoel. Dat dat, ja. Als je geen ervaring hebt, dan, dan heb je ook geen gevoel, zeg ja. maar. Nu maar even nee. over het uh, impotentieel. Ik ga ervan uit dat ik zondag uh, gewoon uh, fijn loop op gevoel. En niet uh, ja, gewoon binnen de twee uur, maar helemaal prima. Maar... Voordat je bij zondag weggaat, nog één ding over zondag. ik hoor waar ja. je naartoe gaat. Wil ik heen? Eén stap terug. Ik denk namelijk dat je gewoon veel te voorzichtig bent. Dat ja, dit, denk ik dat dit een, een mentale kwestie is. Ja is, het, ja, is het ook. Hoe kunnen we, of moeten we dat ja. niet willen, Guido? Kunnen we hem daar nog een beetje doorheen coachen? Of moeten we zeggen, nou jongen, dit is gewoon jouw eerste halve marathon. Ga het eerst maar even doen. Ja, dan moeten we daar gaan staan, hè? Dan hey, ja. We op het met... vijf kilometer en tien kilometer en vijf. En dan moeten we op oppen. kom op, het ziet er goed uit. Je gaat lekker. Het kan nog een schepje erbovenop. Het gaat de heren. Kom op, man. Ja. Hou vol. Ja, nou ja, mijn vraag is eigenlijk: of, coach, moet je bij een eerste halve marathon, zoals we het nu maar even beschouwen, omdat het zo lang geleden is dat je gedaan hebt, zeggen: nee, er is helemaal geen tijd- of intensiviteitsdoel. Eerst maar eens finishen en die eerste ervaring neerzetten als een soort baseline. Ja, dat is altijd goed. Hè? Ja. ja. Dus ja. bij een eerste halve marathon, of een eerste hele marathon, of een eerste triathlon, whatever. Ja, hè? Daar zit ja. iets achter, inderdaad, een mentaal ding. Ik heb gewoon geen ja. zin om dood te gaan. <laughs> Dat is één. Nee. Maar ten tweede, ik word een beetje. Maar er zit nog wel een paar stapjes voor. Hè? Een beetje door uh, mijn hamstring, mijn linker hamstring, oh. die altijd ah. een beetje komt opspelen. En ik heb zoiets: ja, ik heb geen zin om daar een nee. kramp of iets in te krijgen. Dus okay. die houdt nee. me eigenlijk een beetje. Ja. ja. Dus en Dat, kan, dat doel, is ook mentaal misschien. Hè? Jouw dat doel weet je is uitlopen ja. zonder pijn. P ja, en krampen of in ieder geval... En dan, dan dat stiekem het, onder de twee uur nog wel. Stiekem dat. zeker onder de twee uur, want dat is toch wel... Dat moet makkelijk, dat moet mogelijk Zou zijn. Zou jij ja. liever onder de twee uur met een beetje pijn lopen... of boven de twee uur zonder pijn? Uh, nou, toch wel dat eerste, dan denk ik. Ja, hmm. toch wel onder die twee uur. <laughs> ja, dat is interessant. En waarom durven we die twee uur dan niet op 1,45 te ja, leggen? Oh, ja, man omdat ik denk, van ja, dan, weet, dan voel ik nu al van hoe pittig dat gaat worden. En dan voel ik mijn hamstring nu al en denk opspelen, ja. ik opspelen. Exact. Zit allemaal in het koppie, jongen. Het zit allemaal in het kopje. Hé, maar Guido, ik heb in potentie kan ik echt heel hard gaan. Ik kan op die 1,35, 1,33 uitkomen. Omdat, nou, mijn BMI ja. is fantastisch. Ja. Daarvoor. Uh, Mijn VO2 max, ja, die moet ik een keer bij jou laten bepalen. Maar volgens Garmin zit ik, en, en ook via de calculatoren van uh, uh, het geheim van hardlopen, nou zou ik misschien rond de 46, 47, ja. 50 kunnen zitten. Ja. En als ik dat dan in een recente formule uh, stop die ja. ik tegenkwam, en een beetje meer ga trainen, kom ik op 1,33 uit. Wat denk jij? Ben, heb ik de perfecte uh, fysiologische... Uh, karakteristieken voor een uh, 1.33? Op de halve? Nou, in je dromen wel. <laughs> Ik zou zeggen, alle, alles onder... <laughs> alles onder de nek wel. Sheer. Maar het is die kop die je zit? Waar, in de waar ontbreekt het dan aan? Uh? Uh, Realiteit. Dit een mooi boek. Je Kop yeah. tegen je lijf. <laughs> Tegenwoordig heb je heel veel uh, uh, valse informatie die okay. over wat, nou, he, dan, je moet weten wat, wat is waar en wat is niet waar. Wat is ja. <laughs> reëel en wat is niet meer reëel? Nou, dit is niet reëel. Oké. Okay. Waar, waarom, nee. waarom zeg je dat zo overtuigd Guido? Wat, wat is de indicator dat je zegt nee, 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 kansloos? Nou, weet je, als, hij neemt, net hoorde je al 10 kilometer 48 minuten. Ja. Ja. Dat zegt dan ja. genoeg, hè? Weet je, dat, Dan kun je dus een halve marathon... moet je dus harder gaan lopen dan je 10 kilometer. Ja. Wordt heel lastig. Word heel ik, lastig. Ik, ik, uh, ik heb mijn tijd gehad. Ik, toen ik twintig was, zo, had ik het... Uh, maar nou, we kunnen een projectje gedaan. starten... om ja. het te kijken, maar ja, dan moet je dus bereid zijn... om echt gewoon uh, pijn te lijden, ja. af te zien, dat ja. is het zaak en, allemaal, en, hè? En een, en een vermogensmeter aanschaffen. Ben Jijp. ik bang. Jijp. 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 Alles, je snapt hem. Ja, en ja, ja, ja. de zweep erover, dat soort dingen. Nou, de zweep vooral, ja. ja. Um, Eerst maar zondag gewoon afwachten en dan zien we wel. Ik denk vanuit. in, uh, ja. ik denk in uh, 51. Nou ja, precies. Maak okay. jij eens even je bruggetje waar je naartoe op weg was. Dat of? was eigenlijk mijn vraag van in potentie waar ik... Uh... Maar je uit wil komen. Ik dacht ja. dat jij ook richting Rotterdam uh, begon te praten. Ja, nee, dan is de oh. volgende stap inderdaad oh. Rotterdam. Gelukkig is inderdaad Garmin zegt nu nog uh, Garmin zegt 419, dus dat is echt werk aan de winkel, want als ik op die calculator van die Regal... 419? Dat 4, ik daarop oh. uitkom. Oh, je de predictor ja. zegt een hele marathon ja. 4 uur en 19 minuten. Terwijl die andere formule, die uitging van zo'n 5%, een beetje en wat jij al aangaf. De vuistregel, zeker ja. jij ja. plus 10%. Daarom, ja. Dan zit ik al binnen de 4 uur. Nou, dan denk ik, hoep, nou ja, daar hoef ik niks mee te doen. Dan loop ik nu al 4. Maar ja, misschien. Ik denk moet... dat dat sowieso een denkfout is. Dan ja. hoef ik nu niks mee te doen. Ja. Maar ja. misschien moeten we daar maar na zondag af en toe eens over gaan sparren natuurlijk. Van, uh... Ja. Ja, want ik, uh, ik denk uiteindelijk. Nou ja, even nog uh, uh, voor uh, even wat dieper. Uiteindelijk wil je natuurlijk mijn curve weten, mijn, uh, met mijn critical velocity of critical power. Hè. Ja. Hoe, hoe eigenlijk mijn curve loopt van, uh, uh, van ja. korte afstanden naar lange afstanden. En of die ja. uh, ja, snel uh, stabiel wordt, of dat die toch blijft in, uh, zich sterk vervalt, denk ik. Ja, weet je, dus dan moet je een kilometer lopen of een drie ja. kilometer. Ja. Een vijf, ja. een tien. Ja. ja, dan ben je er wel. Ja. En in hoeverre kijk jij dan naar... Uh, wat er, wij, wij vonden best wel goede correlaties worden gerapporteerd tussen een Cooper-test en, ja. en een halve marathontijd in ieder geval. Ja, Cooper-test is twaalf minuten. Hè, dus ja. dat is echt een hele goede test voor je aerobesysteem systeem te ja. testen. Een ja. marathon is ook je aerobesysteem. systeem, alleen... Ja, niet op 100% van dat systeem, maar, maar ja, als je goed getraind bent 90% van het systeem. Hè? Ja. Um, maar je, als je dat al, als je 100% test met ja, kijken wat je op een Koepeltest haalt. Dan ja. weet je, ongeveer kun je daar op 90% van die snelheid ongeveer gaan zitten. Ja. Nou, ik denk dat ik in de toekomst ga ik gewoon af en toe een koepeltestje. 5 kilometer, 10 kilometer. Ja, he, doen we iedere maand een oh, oké. Okay. Zoeken we een parcoursje. Ja, precies. Ja, maar he, maar heb, je, heb ik jou weer. Uh... Achten. Oh, je wil niet met mij, hè? Nee, ja, dat is nee, waar. een andere, andere klas. Ja. Guido, toch nog even een vraag. Want het is nu iets meer dan een jaar geleden... dat ik mezelf uh, totaal verrast heb met een drie uur en acht minuten marathon. En uh, nou, sinds die tijd dachten we... misschien moeten we maar eens kijken hoe dicht we bij de drie uur kunnen komen. Nou, dat kunnen we nu zeggen, dat het de afgelopen twee marathonpogingen... Oh nee, ik, moet, ik ga er nog één doen, maar dat weten we ook al. Dat wordt ook geen drie uur poging. Um, jij stuurde mij toen... Een jaar geleden het befaamde tabelletje. Vaste luisteraars hebben Aha. het daar vaker over gehoord, hebben daar ook al wel eens naar gevraagd. Ik heb er even bijgezocht: 800 meter, 1000 meter, 1500 ja. meter, 3, 5, ja. 10, 15, 20, 21, ja. 1, 25, 30, 42 kilometer. Haalbare ja. tijd. En dat heb ik toen als een soort, nou precies waar het in deze aflevering over gaat en waar ik ja. dus nu eens dus even wil checken: hoe goed is dat dan? Zo van als je dit kan op een 3, of dit kan op een 5, of dit kan op een 10 ja. of andersom. Ja. Als jij drie uur op een marathon wil lopen, dan moet je toch zeker wel dit op een tien of dit op een vijf kunnen. Ja. Uh, wat is de waarde of kwaliteit van dit tabelletje dan? Waar komt dit dan vandaan en wat neemt dat allemaal mee? Nou, het is hetzelfde, hetzelfde model een beetje. Hè? Dus uh, um, percentage van, van je max. En die kortere afstanden worden natuurlijk steeds moeilijker om dat in te schatten. Maar die zeggen ook niet zo heel veel. Kijk, als je een 800 hard kunt lopen. We zegt dat niet zo heel veel over of je een marathon hard kunt nee, lopen, nee. maar ga je naar die, nou ja, laten we zeggen vanaf drie, vijf, tien, vijftien, halve, hele, dat zegt wel iets over elkaar, hè? Want die tien kilometer tijd, die zegt wel iets over hoe hard je een halve marathon of een hele marathon wel in je mars zou kunnen hebben. Ja. Je moet een beetje zien dan als je daar je PR op de tien ziet, dat zoek je op, dan is de PR op de marathon. Als je heel goed getraind bent, optimaal alles gaat... is dat getal wat daar staat. Of die tijd. En toch even mijn vraag. Weet jij wat deze berekening... Nee, want dit is dan weer al die modellen platgeslagen... naar afstand en tijd. Verval. Er zit ook in het boek... Het geheim waar we hebben we het ook over een verval in de tijd. En een constante van riegel. Ja. En die, dat, dat, dat is een, een afname. Eh, en per persoon is dat ook verschillend. Als je heel erg veel type 1 vezels hebt, ben je natuurlijk goed gebouwd voor hele lange duur. En dan is het verval maar in de tijd 0,05. Dus zeg maar 5 als je het verdubbelt. Ja. Maar voor, voor mensen die wat meer type 2 en dus aneroopsterk sterk zijn, die hebben meer verval, die gaan al naar de 7 ja. En alles wat daartussen zit: 6,5, 6, 5,5. Procent, hè, dat heb je ook allemaal ertussenin zitten, dus het, daar zit het natuurlijk wel een beetje in, um, en daar volgens mij hebben we in deze tabel, denk ik, de 0, de middelste genomen dan, de het is dus 0,06. Ja, dat is vaak wat Riegel inderdaad uh, laat ja. zien. Hè? Dus de formule is dan: t 2 ja. gedeeld door T1 ja. Uh, is ja. Wat is T2 wat ja, is T1? De tijd die d jij... Stel, jij uh, bent bekend met een 10 kilometer en je gaat nu 20 kilometer oh, lopen. Ja. Okay, het ja. dubbele. Dan is 10 kilometer de eerste. Ja, is t1. T2 ja. gedeeld door T1 is de tijd op de 10 kilometer. Is ja. de afstand van D2, D1. Dat ja, is ook weer de eerste en tweede afstand. Ja. Ja. Maal, en dan die, komt die exponent, 1.06. Ja. En dat is die van Riegel en die geeft eigenlijk ja. aan dat je nou ja, dat de macht soort... 0,06 ja. hè. Ja, Min. precies. Ja. 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 Ja, precies. En voor de luisteraars die ook eens een keer richting drie uur zouden willen. Ik vind het toch altijd fascinerende en motiverende cijfers, waar je denkt, oh ja. Ja, dat... vertel maar wat je op de tien moet lopen dan. Op ja. de tien moet je 38 minuten ja. en 34 seconden lopen. Dat heb jij ook nog wel gehaald? Dat heb ik niets? volgens mij net niet gehaald. Nee, niet? Ik heb wel net onder de 39 gelopen, maar volgens mij niet ja. zo diep in de 38, toen in Voorthuizen. Nee. Op dus... de 15 kilometer moet je 59 minuten en 31 net seconden duur, lopen. Die heb ik gehaald. Ik kan dat bijna niet meer geloven. Nee. Ik heb dus vorig jaar op de Zevenheuvelen onder het uur gelopen. Maar let op: dat was dus Zevenheuvelen. Dus ik weet wel dat in die laatste 2,5 ja. kilometer naar beneden. heb ik op mijn dikke zolen met 7-mijlslaar. zo verschrikkelijk hard gelopen. Ja, maar daarvoor moest je omhoog. Dat vind ik, ja, ik echt knap. Dus, ja, ik vind het ook uh, ja. nog steeds knap. Ja. Ik kan bijna niet meer geloven dat dat nee. gebeurd is. Uh, je zou dan 1 uur en 20 minuten en 58 seconden. zeg maar 1 uur 21 over 20 kilometer moeten lopen. 1 ja. uur en 25 minuten en 45 seconden op je halve marathon. Hoge. Heb ik nooit ja. gehad. Ik heb toen vorig jaar in voorbereiding op die uh, Amsterdam liep ik in Den Haag die uitgestelde CPC 1,28 ja. hoog, geloof ja. ik. Ja, dus. Um, en en dan, wat zijn de 5 kilometer? Wat had je daar? De 5 je, je staat 19 hier 19 of 18. Ja, 18, 18 minuten en 22 seconden. Heb ik volgens mij dan wel toen op. gelopen. Nou ja, precies. Dus daar zie je, in ja. het begin zit je er aardig dichtbij. Ja. En ik denk dat dat ook komt door je anaerobe aanleg type 2, type 2a, type 2x vezels. Ja. Die, die kun je dan goed gebruiken. Maar naarmate het langer wordt, loop ja. je een beetje uit het model en verlies je meer. Ja, precies. Want bijvoorbeeld, het gaat tot 1000 meter terug en 800. 1000 meter, 3 minuten en 17 seconden. Daar word ik dan weer niet zo zenuwachtig van. Dan ja. denk ik, nou, dat kan ik nee. wel. Jij bent eigenlijk een mila. Een, een, een middellange afstand. Ja, ik denk een het. Mi lange ja. Dat zei wel laatst iemand tegen me. Guido. dat is ook wel leuk. Iemand zei tegen mij... What's... Oh, dat was Lucas. Lucas van Rosmalen. Ja. Vast Hij zei, wat zit jij nou toch te kutten met die marathons, ja, jongen? Daar ben je helemaal niet het type voor. Ja. Ga snelle tiens en snelle halve marathons ja. doen. dacht ik, ja. Ja, ja maar ja, nog iets korter ja. eigenlijk. Ja. Jij nog iets korter, hè? Je hebt ook niet ja. de bouw. Hè? Nee. nee. maar jij zo... weet, dat, dat uh, is op zich. Je bent uh, inderdaad denk ik. Uh, we kunnen wel eens een, een spierbi opnemen. Ja. Maar ik weet niet of dat nog zo leg. Maar uh, we kunnen ook wel eens zo'n een scan doen, uh, een musselscan. Ja. -scan. ja. Dan kunnen we zien? Ik denk dat je namelijk best een groter aantal type 2 vezels hebt ten opzichte van gemiddelde, zeg maar. uh. En daardoor dus meer aanleg hebt voor de wat kortere inspanningen. Dus in plaats van mijn leuke idee... ik ga verder met de bingo kaart van Nederland... alle Nederlandse marathons doen... vind ik nog steeds qua exploratie... Dat is ook leuk, hè? Ja. ik heb een bakker, wat drijft je... verzamelen, jagen, verzamelen... vind ik nog steeds een leuk doel. Ja. Maar ja, kan ik over tien jaar ook misschien mee verder. Zouden we misschien 2024 in het teken van... de snelste vijf moeten zetten. Dat is... Altijd een, een mooie uitdaging, ja. Maar ja, weet je, het is namelijk niet zo dat hè, sommige mensen of lopers zien dat vaak van, ja, ik heb nu een vijf gelopen, dan ga ik een tien. Dan heb uh, je een tien, dan ga je het wordt ja. steeds langer en langer, dan wordt dat de uitdaging. Maar ik zeg vaak wel, ja, je hebt nu een vijf gelopen, inderdaad, ga nu maar eens proberen steeds sneller die vijf te lopen. Ja. ja. Maar dat en dan met... zouden we dus, uh, ja. wat ik al wel aan, heb je, aan je heb gevraagd, maar nog niet tot uitvoering kom... maar met deze motivatie misschien, dan zou je dus meer met krachttraining, meer met explosiviteit, zou je nog meer dat explosieve ja. gaan aanbrengen. Ja, ja, ja. ja, meer snelheidstraining. Ja, meer snelheidstraining. Hé, maar dan, ja, uh, dan denk ik meteen aan een ander fenomeen naast de heikoop. Uh, <laughs> Sief van Hassan. Ja. Want dan kan. Wat ik had hij dat... op de racecalculator staan? Hè? Nou ja. Waarom, ja, nee. hoe kan jij dan verklaren van dat die zelfs bij de 1500 meter ook nog behoorlijk goed meekan? En toch even historische context goed. voor onze luisteraars over 2, 3, 4, 5 jaar. In de herfst van 2023 liep zij in september 23 in Chicago ja, op twe haar tweede marathon ooit. Ja. Ja. En las je het in de artikelen. Eigenlijk hadden ze ook nog het wereldrecord willen aanvallen. Hè? Het ja, was ja, dat stiekelen. hij er twee weken daarvoor in Berlijn ja, zo ja. scherp ja, uh, drie minuten afging. Ja, anders had ze het gehaald. Ja. Ja, ja. Ja, hoe dat kan, ja, weet je, dat is het mooie. Hè? He, dit zijn de fenomenen, Daar past geen model op. Nee, <laughs> nee, precies. nee maar ja, zo is het gewoon. Weet je, er zijn wel meer van. Uh, je hebt er maar enkele van. In, in elke sport er wel, loopt er wel ergens uh, één of twee rond. Uh, dat je denkt, nou, maar dit is niet normaal. Ja. Het, uh, die kan alles. Ja. Ja. En die is nou. dus heel plastisch, lijkt het wel, dat ze heel snel de transformatie kan maken, zelfs binnen een paar maanden. Omdat ze een tijdje voor die marathon deed ze nog gewoon mee. Natuurlijk met het uh, WK deelschamp. Atletiek. Ja. Dan liep ze in ieder geval ja. de, ja. de vijfkinder. Ja, ja, ik, de... ja. ik denk wel dat haar, zeg maar haar aerobisch systeem echt wel ah, fenomenaal is. Ja. Ja. Maar zitten, zitten dit soort toplopers en zit de, de coach van Sifan Hassan dan ook met een van de rekenmodellen te rekenen? Want wat je zegt, zij past in geen enkel model. Maar ergens hebben zij met elkaar moeten bepalen. Wij denken, nee. dat, waar gingen ze op weg? 2-11 of zo? Nee, zij is haar eigen... Model om dat te zeggen. Zo, hè, weet je, je kijkt wat, wat ze kan en wat ze loopt, en je gaat daarop verder bouwen. Van, ah, weet je, dit heb je nu gedaan. Ja. En eh, ik, Dan gaan we proberen om dat nog iets sneller te krijgen. En dan gaan we eh, wat kracht proberen, wat meer uithouding, wat meer afstand lopen. Eh, dat doen, hebben ze allemaal gedaan. Nou ja, dat, helpt, dat werkt dus nog steeds. Ja. Ja. En dan van kijk maar eens. Ja. En dat is natuurlijk Jurgen, dan moeten we denk ik aan het eind van deze aflevering nog maar een keer een streep onder zetten de premissen waarop premissen moeilijk woord, maar het vertrekpunt van deze aflevering <laughs> ja. is natuurlijk de vrees om deze berekening verkeerd te ja, maken. Zeker. Ja. En de echte antwoord is natuurlijk nou en. Want ja. fijn dat jij zondag een eerste halve marathon gaat doen. Wat we je toewensen is dat je er nog 15 of 20 ja. meer gaat ja. doen. En gun ja. jezelf dan ook de tijd om die ervaring op te doen... en lekker daar te ontdekken ja. wat er mogelijk ja. is, toch? Ja, nee, zeker. En, en dus voor luisteraars die uh, te, uh, te strak afgaan op die calculatoren... en misschien teleurgesteld zelfs raken van... Ja. ik heb mijn doel niet bereikt of zo. Nee. Ja, daar wil je je eigenlijk toch voor waarschuwen. Laat het doel zijn, ga zoveel mogelijk jaren... Ja. lekker jezelf uitdagen op mooie hardloop-evenementen... Ja. of triathlon-evenementen of andere evenementen. Ja. En daarbinnen... Dus op zoek dus... naar de grenzen, ja. toch? Ja. En zoek dan gewoon het uh, model wat voor jou het beste <laughs> werkt. Hè? Ja. Het Van model. Gewoon ja. dat gevoel, heerlijk. Ja. Precies, hou dat goede gevoel vast. <laughs> Zou ik anders gewoon zondag de eerste vijf kilometer keihard ja. gaan en gaan ja, ja, uh, uitjoggen? Dan heb je die in ieder geval binnen. <laughs> ja, Dat <Ja. laughs> is okay. mijn talent. Ja. Dan ga ik achter je ja. aan. Nee, shit. Ah, okay. nee, nee, nou, ik leuk. vrees uh, met hoe de voorbereiding is gelopen dat ik zondag uh, gewoon eens uh, ga vertrekken. En misschien ook wel eens gewoon op gevoel. Ja. Heerlijk, gewoon een lekkere lange rustige duurlooptraining en uh, genieten van uh, Brabant ja. en de worstenbroodjes, <laughs> en de en alle gezelligheid. Oh, okay. En uh, zomaar een mooi avontuur beleven met onze luisteraars. Guido, volgens mij hebben we hem, hè? Ik denk het wel. Ja, er zijn zoveel ook zoveel dingen die je hierover kunt vertellen, maar ik denk dat de belangrijkste dingen wel gezegd zijn. Ja. Dus dan uh, ga ik onze luisteraars die nu denken, eh, Teleur Brabant, hé, hey, dat is helemaal niet zo heel ver van waar je Dan zou je, als als je dat nu denkt, dan zou je zeggen, dat is kei dichtbij. Ja. <laughs> en kei leuk, kei leuk. Dus dan zou ik je willen uitnodigen, uh, als je er nog niet van gehoord hebt, uh, zoek even contact met ons. Wij hebben een hele leuke. Pre-race of rond de race WhatsApp groep. Voor alle slimmer posteren podcastluisteraars die meedoen. We hebben met de organisatie van de Brabant Marathon geregeld. Dat we in het theater, wat daar hun centrale kloppend hart is. En waar ook een soort. Uh, in de theater is volgens mij de kleedruimte. Daar hebben wij een slimmer posteren hoek. Daar kunnen wij met z'n allen gaan zitten. En dat markeren we. Zetten we een leuke rollenbanner neer. Kom daar ook vooral naar ons toe. Ook als je niet meedoet. En uh, mocht je in de omgeving van uh, Etten Leur zijn, zondag. Kom dan vooral ook kijken en aanmoedigen, en high vijven en uh, gezellig met ons kletsen. En uh, ja, je bent vandaag wel te laat om nog zo'n uh, wit, slimmer presteren shirt te bestellen. Nou, neem maar mee. Als je op vrijdag nog in de mail of in de webshop zit, dan neem ik hem mee naar teleur en dan kun je hem daar krijgen. Uh, maar dat is misschien niet de ideale racevoorbereiding hè? om nog op de dag zelf nieuwe kleding aan te trekken. Uh, stel, ja, maar dit shirt dat, uh, is echt ideaal daarvoor. Dat kan. Ja. Oh, dat kan wel. Ja, stel, dat het ja, ja. heel koud wordt ineens. Hè? Dan nemen uh, de buff? buff. Dan we nemen, we een nemen buff buffs mee. mee. Ja, ja, natuurlijk. Lekker ja, buffs. Ja, dat Volk is ook lekker. zo. Mooi. Uh, ik heb er wel ook heel veel zin in. Ook al, uh, nee, ik heb me al lang bij neergelegd gelegd dat het uh, prestatiedoel alweer uit het raam is. Uh, gewoon lekker meedoen en een uh, mooi evenement beleven. Ja. En uh, veel luisteraars spreken en jou in actie zien natuurlijk. Zeker. hè? Ja, 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 zeker. Ik heb er zin in. Oké. Okay. Mooi. Als jij nou contact met ons wil zoeken, of jij kent mensen die zich druk maken over op welk tempo ze zich moeten inschrijven voor een wedstrijd, of welk tempo ze moeten vertrekken, dan kun je op een aantal manieren onze afleveringen vinden en contact met ons zoeken. Allereerst op social media zijn wij de Slimmer Presteren Podcast op LinkedIn, en we zijn ook te vinden als de Slimmer podcast op Instagram en X. Dat vind je iedere vrijdag van iedere. Aflevering: Een nieuwe post. Dan kun je zien waar de aflevering van die week over gaat, en daar kun je dan ook uh, hartjes, duimpjes en reacties op achterlaten. En je kan ons daar ook gaan volgen en uh, berichten sturen met jouw ideeën, suggesties, reacties. Je kunt ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je die webshop waar je buffs en shirts kan bestellen. Maar dan vind je ook van iedere aflevering een eigen pagina. Dus ook van deze. Dan kun je die link pakken. En die kun je rond WhatsAppen binnen jouw hardloopclub of binnen jouw vrienden en familie. Die misschien ook wel aan de start staan. Aanstaande zondag bij de Brabantmarathon. Bij de Zevenheuvelenloop binnenkort. Of bij de Groet Schoolren of alle mooie loopjes die er weer aankomen. En je kan ons ook mailen via post. Slimmerpodcast.nl. En zoals ik er dan toch altijd maar waarschuwend bij zeg, we lezen het altijd meteen. Soms zeggen we dan: Oh, leuk, heb je die mail gezien? Ja, superleuk. Maar het kan soms even duren voordat we de tijd vinden om rustig te antwoorden. Dat kan voor jou dan lijken. Alsof we ongeïnteresseerd zijn en het niet zien. Maar weet dat het allemaal binnenkomt. En ook uiteindelijk komt er een reactie. Mooi. We gaan uh, ons klaarmaken voor een laatste goede nachtrust, uh, Jurgen. Ja. Het was een beetje... Nou, nah, nog niet echt stapelen, hè? Nou, ik voel me wel... Een beetje koolhydraat uh, eten. Uh, Morgen pas echt, hè? Ik uh, zeker. Maar ik voel me in ieder geval een stukje veiliger wel met mijn, uh, mijn, mijn Dus uh, Heel goed, jongen. Ik ben, gerust, ben gerustgesteld. Heb je Dankjewel. de planning voor zondag helemaal klaar? Hoe laat sta je op? Hoe, hoe laat ga je ontbijten? Jij haalt mij toch gewoon op? En, uh, dat is ja, ding. zeker. Maar, dat uh, allemaal op, oh, ja. oh ja, precies. Maar ja. jij moet wel zorgen oh, dat je voorbereid rego's. bent. oh ja, zeker. Leuk. gewoon klaarstaan met je schoenen en je tasje. Ja. Schoenen? Moet ik ook schoenen aan? <laughs> ja. En welke dan? Nou, ook... kan je nog op? heel snel bestaat. Ja. Ja. <laughs> ja, heel goed. Ja. goed. Guido, dankjewel. Yes. Hey, tot kijken, tot zondag. Ja, tot zondag. Veel succes mannen. Yo. Hoi, hoi. hoi. dat je nog luistert, helemaal aan het eind van deze aflevering, waar we nog een luistertip voor je hebben uit onze rijke archieven van de Slimmer presteren podcast. Al meer dan 150 afleveringen met inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, aan het eind van deze afleveringen, welke luistertippen willen we nog geven? Ik zou zeggen, luister naar aflevering 123. Het is niet alleen voor mezelf goed. Als ik na zondag hopelijk die halve marathon de teleur heb gelopen en denk van, hé, hey, maar ik uh, ben nog niet tevreden over mijn tijd. Ik wil mezelf verbeteren. Ik wil beter worden. Dan is de aflevering 123 heel een goede. Dat is eigenlijk, ja, hoe blijf je jezelf verbeteren op de marathon of halve marathon? Ja, en de belangrijkste tip, die ga ik maar gelijk even toepassen. Ik ga nog een stukje lopen. Ja, kilometers maken, inderdaad.